Dagelijks gebeuren overal in Nederland ongelukken. Achter ieder ongeluk gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die elkaar veelal niet kenden, maar door een noodlottige confrontatie opeens veel met elkaar te maken kregen. De ongelukken zijn waar gebeurd, zorgvuldig gereconstrueerd en de betrokkenen hebben zo mogelijk meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen had kunnen worden. Thuis slapen vannacht? Ja. Nee. Hou op, hou op. Niet. Wat nou? Niet. Is het nu? Driebergen. Els betrok gisteren haar nieuwe etage hier, in dit grote herenhuis dat verder leeg staat. Jan, de vriend van Els die bij de plaatselijke politie werkt, sliep de eerste nacht bij haar, maar vanavond wil Els alleen zijn. Ze houdt van haar zelfstandigheid. Els ontmoet al snel Kees, een andere buurtbewoner, een zonderlinge man van 65 jaar. Kees is alleen en dat heeft een reden. Komt u hier wonen? Ja? En wie bent u als ik vragen mag? Kees Hoekstra. Ik woon in de buurt. Ah. Oh, nog een beetje. Wat is het nou? Wacht, ik ben er... Je zet je fiets ook zo hard tegen die paal. Nou, volgens mij hebben ze hier vannacht stiekem die planken door zijn zagen, hoor. Zeker om op jou een aanslag te plegen. Ja, natuurlijk. Ze lopen hier zat rijke weduwnaars in de buurt rond. Ik sta behoorlijk in de weg. Voor wie? Voor jou natuurlijk. Ik breng je. Maar je moet zelf rijden, want ik ben nog veel te slaperig. Dat is lief, maar terug moet je wel zelf rijden, dat weet je. Zo, die ouwe heeft er zin in vanmorgen. Ken je hem? Ja, hij wil net een praatje met me maken, ja. Volgens mij staat hij me te begluren. Ja, als hij je met één vinger aanraakt, dan breng ik al zijn verkookte botten. Daar gaat hij weer. Hij wacht zeker tot ik terugkom. Oh nee hoor, dat duurt hem veel te lang. Moet je kijken.
zou het een geile vrijgezel zijn. Schat, kom op, het is 8:30. Ik kan hem voor een interview vragen. Nou, hij heeft behoorlijk wat adem zo te zien. Wat, een interview? Heb je nog niet genoeg van die oude bokken geïnterviewd? Nee. En dat is nou precies waarom ik dat onderzoek ook zo leuk vind. Ik ben blijkbaar nog steeds geschokt als een oudere man zich niet houdt aan het profiel van de doorsneebejaarde. Ja, daar komt die rijke weduwe naar aan de hoek gluren, of niet? Shit, nou ben ik hem kwijt. Hij ging hier bij de kruispunt rechtdoor. Je vindt hem wel eens terug hoor, woont bij ons in de buurt. Bij jou in de buurt. Nou, tot vanavond. Ik moet mijn college voor morgen nog voorbereiden. Goed. Nou, dit weekend dan. Kan jij nakijken of die getrouwd is? Nou, Els, hou nou op. Vind je het gek? Nou, ik zal het wel even navragen.